Om de top te bereiken heeft de moderne vechtsporter meer nodig dan alleen maar techniektraining. Gewichten en krachttraining. Ook dat gebeurt tegenwoordig. Zowel judo, karate, kickboksen, boksen. En allemaal onder leiding van een van de grote succestrainers op dit gebied, Michel van Halderen. Nou, een van de oude misvattingen dat is dat je van krachttraining dat je daar langzamer van zou worden. Dat je stijver zou worden. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste oude stelregels. Judoka's Joe Felten en Danny Ebbers hebben geen probleem met de snelheid. Dat is allemaal goed. Kracht heb je nodig om aan te trekken en weg te douwen. Heb jij daar profijt van gehad, afgelopen Open Nederlands Kampioenschap? Zeker. Ik heb zeker een paar maanden heb ik echt alleen zwaar krachttraining gedaan, omdat ik geblesseerd was. En dat heeft me echt veel geholpen. Ik ben een paar keer in de houtgreep gelegen. En dan ben ik door krachttraining, met wegduwen, ben ik eruit gekomen. Maar ook boksers als Habib en Nordin Benzala maken veel gebruik van zijn expertise. Specifiek apparaat, hemmenstreng, afkomstig uit Amerika. Je ziet dat de stootbeweging, die wordt eigenlijk geïmiteerd in het apparaat. De bokser kan diep staan, hij kan de snelheid, kan die maximaal kan die handhaven die hij ook tijdens beweging in het boksen maakt. Een bokser stoot nooit met twee armen tegelijk, vandaar dat het apparaat om en om werkt. Snelheid en kracht. De stootbeweging imiteren en toch proberen de snelheid zowel als de kracht te vergroten. Door gebruik van apparatuur. Dit apparaat specifiek gemaakt om op hoge snelheid te kunnen werken. Nou, wat Nordin nu doet, dat is de imitatie van een hoek. De techniek waar hij zijn bokser veel gebruik van maakt. Nou, dit is een van de enige apparaten waar hij echt op maximale snelheid de beweging op kan imiteren. Maar niet alleen maar boksers, ook thaiboksers bijvoorbeeld trainen veel met de technieken die ontwikkeld zijn door Michel van Halderen. Alle voorkomende technieken in het thaiboksen kunnen ook gesimuleerd worden door trainingen met gewichten. Een uitgekookt systeem waar heel veel resultaten mee geboekt worden. Zware mannen zoals de Amerikaanse zwaarkampioen Joe Felten, ook hij traint. Veel met kracht. Yeah, it is. I originally did American football for 16 years. I've been doing weight training for 20 altogether. So we start at a very young age. Because in all our sports we use a lot of we try to get the biggest guy and the strongest guy to do it. Toch wordt er ook heel specifiek technisch gewerkt. Gekeken naar hoe en wat doe je. Specifiek aan die oefening is als je naar de handen kijkt. Dat is dat die handen op dezelfde manier staan als dat een pakking aan het judopak is. De manier waarop die hem intrekt moet ongeveer gelijk zijn met de snelheid waarmee die beweging maakt. Als die de man naar zich toe trekt, als die hem uit balans trekt of als die hem inzet voor een worp. Alleen krachttraining is echter nooit genoeg. Door krachttraining ga je niet beter vechten. Krachttraining, het woord krachttraining betekent voorwaarden. Krachttraining is een voorwaarde tot. Krachttraining kan bijdragen aan het beter zijn in je spelletje. En dat geldt voor iedere tak van sport. En deze ideeën van Michel van Halderen zijn uitstekend begrepen door vele vechtsporters.